Dit programma wordt mogelijk gemaakt door Levende Steen Ministries. God ontlast ons. Waarom ontlast hij ons? Omdat u in zijn koninkrijk terecht bent gekomen. En zijn koninkrijk is een geestelijk koninkrijk. En hij wil dat u begrijpt dat in zijn koninkrijk hij ook verantwoordelijkheid draagt om u te helpen. Blijf waakzaam, sta in het geloof en wees sterk. Dat is het Bijbelgedeelte waar apostel Holder over spreekt. 1 Korinthe 16 vers 13. Als wij dit horen of lezen, zouden we ons direct moeten afvragen waarom de Bijbel dit zegt. Er gebeurt zoveel om ons heen en er komt heel wat op ons af. En al deze zaken kunnen een gevaar voor ons zijn als wij niet op de juiste manier ermee overweg gaan. Maar prijs de Heer, want Hij heeft antwoorden en sleutels. En die zal apostel Holder ons geven vanuit Gods woord, zodat wij bewapend zijn tegen alle gevaar rondom ons. Wilt u meer weten? Blijf kijken. Sta in het geloof. En sta in je erfenis, leef uit je erfenis. Blijf waakzaam. Ik neem u mee naar 1 Petrus hoofdstuk 5, vers 7 tot 9. Ik wil u laten zien dat waakzaamheid geboden is. God wil dat, dit is zo'n serieuze preek voor gelovigen vandaag. Want zondag is niet zo moeilijk. Zondag zijn we in de kerk met elkaar, we bemoedigen elkaar. Maar door de week ben je op jezelf. Door de week ben je op jezelf in de boksring van het leven en moet je zelf je wedstrijd vechten. Is waar of niet dan? Vandaag zijn we allemaal met elkaar in de boksring, we slaan de vijand murf. Met z'n allen. Maar door de week sta je alleen in die boksring. Maar je hebt ook de power om die vijand te overwinnen. Dus, en die vijand is al het negatieve wat op je afkomt. Dingen die je kapot willen maken. Maar God heeft je toegerust om te overwinnen. En God wil dat je door de week net zo sterk bent als dat je zondag bent. En dat je weet hoe te vechten. Hallo, en hij zegt wees waakzaam en sta in het geloof. Je moet waakzaam zijn. Weet je waar je ook waakzaam moet zijn? In het verkeer. Iedereen die aan het verkeer deelneemt moet waakzaam zijn. U denkt er niet zo over na misschien, maar dat is wel wat je doet de hele tijd. Als je voor het stoplicht staat en een andere auto komt aanrijden, hou je hem echt in de gaten of hij doorrijdt of op tijd stopt. Want er zijn chauffeurs die doorrijden. Is waar of niet? In het verkeer moet je waakzaam zijn, opmerkzaam zijn. Waarom? Er dreigt gevaar. Je kan van het verkeer genieten en het verkeer is bedoeld om ervan te genieten, maar als je niet oplet is er gevaar. En het christelijk leven is precies hetzelfde. God heeft jou een rijke erfenis gegeven. Maar je moet uitkijken, want je bent ook in het verkeer van het leven. En heel wat dingen komen op je af om met je in botsing te komen. En je te laten verongelukken. Dat is dit leven. Dus je moet leren om geestelijk te zijn. En dan roept Paulus ons op om waakzaam te zijn. Maar let op, Petrus staat er ook mee aan de gang. In 1 Petrus 5 vers 7 zegt hij, werp al je bekommernis op God, want hij zorgt voor je. En dan gelijk daarachter zegt hij, word nuchter en waakzaam. Oh, maar hier kan ik lessen leren. Hier kan ik lessen leren, want Paulus heeft ons verteld dat we waakzaam moeten zijn om een geestelijk mens te blijven. Petrus doet precies hetzelfde. Petrus zegt ons hier ook om een geestelijk mens te blijven, want hij zegt, werp al je bekommernis op God. Alleen geestelijke mensen kunnen dit doen.
Ik ga het herhalen. Alleen geestelijke mensen kunnen hun bekommernis op hun zorgen op God werpen en in de rust blijven. Als u tegen een ongelovige zegt, ik geef me zorgen aan de Heer, kijkt hij je aan en denkt hij, waar ben jij mee bezig? Hoeveel begrijpen wat ik bedoel? Want voor hem is God niet reëel. Voor hem bent hij aan het kletsen. Is dit duidelijk wat ik zeg? Als u tegen een ongelovige zegt, joh, ik geef al mijn zorgen aan God, kijkt hij je aan en denkt hij, wat klets jij over? Hooguit denkt hij en je hoopt dat het werkt. Maar u die gered bent, u weet dat het werkt. Want u kent de Heer. Dus alleen geestelijke mensen kunnen hun bekommernis aan God geven. En let op wat er staat, werp al uw bekommernis op de Heer. Hoeveel zien dat God je hiermee ontlast? God ontlast ons, waarom ontlast hij ons? Omdat u in zijn koninkrijk terecht bent gekomen. En zijn koninkrijk is een geestelijk koninkrijk. En hij wil dat u begrijpt dat in zijn koninkrijk hij ook verantwoordelijkheid draagt om u te helpen. Dat is de enige reden waarom God zegt, werp je bekommernis op mij. Werp je zorgen op mij. Ik zeg het niet, God zegt het. God zegt, werp je zorg op mij. Met andere woorden, word een geestelijk mens. En weet dat als je mij je zorgen geeft en je doet wat je moet doen en je vertrouwt mij dat er hulp is. Hoeveel weten dat alleen door het geloof je dit kan doen? Als u zit met uw werk, u zit met een sollicitatiegesprek, je zit met je lichaam, je zit met je kinderen. Man, moet je een geestelijk wezen zijn om te zeggen, Heer, ik draag die zorg aan u over en ik geloof dat u me helpt. Alleen geestelijke mensen kunnen dat doen. Je kunt een christen zijn en gebukt gaan onder deze dingen. Ja, je kunt een christen zijn en gebukt gaan onder al de zorgen die op je afkomen. En er komen wat zorgen op ons af. Er komen wat dingen op ons af. Nu, om dit echt te kunnen doen, moet je dus zicht op God hebben. Om dit te kunnen doen, moet je begrijpen dat je zelf ook een geestelijk wezen bent. Om dit te kunnen doen, moet je weten dat Gods woord waar is. Om dit te kunnen doen, moet je weten dat je een erfenis hebt en dat je uit je erfenis mag leven. Om dit te kunnen doen, moet je weten dat wanneer God je een erfenis gegeven heeft, hij van jou verwacht dat je zegt, Lambano, ik neem wat van mij is. Als de zorgen van dit leven greep op je krijgen, dan eigenlijk kom je in een hoek te zitten waar God moeilijk wat voor je kan doen. Want de Bijbel zegt, geef die zorgen aan hem, zodat je kan verblijden in de Heer. Geef u alleen in. Weet u dat u geroepen bent om in Gods kracht te leven en zijn kracht te demonstreren? Koop vandaag nog het inspirerende boek Het Bovennatuurlijk Koninkrijk van apostel Edgar Holder. Een inspirerend boek met bijzondere openbaringen dat uw leven op een ander niveau zal brengen. Bestel dit boek vandaag nog via onze webshop op www.levendesteenministries.nl.
Dit programma wordt mogelijk gemaakt door Levende Steen Ministries. Dit programma wordt mogelijk gemaakt door Levende Steen Ministries. God ontlast ons. Waarom ontlast hij ons? Omdat u in zijn koninkrijk terecht bent gekomen. En zijn koninkrijk is een geestelijk koninkrijk. En hij wil dat u begrijpt dat in zijn koninkrijk hij ook verantwoordelijkheid draagt om u te helpen. Dus je bekommernis op God werpen is voor geestelijke mensen. Als je niet geestelijk bent, denk je, hey, klets. En daarom zegt hij, word nuchter en waakzaam. En let op wat hij daarachter zegt. Want jouw tegenpartij, er is een vijand. De duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Zie je weer dat waakzaam te maken heeft met gevaar? Waakzaam heeft met gevaar te maken. Paulus zegt, wees waakzaam, want hij weet dat de Hebreërs hebben hun erfenis gemist door ongeloof. Al de vijanden die op hun afkwamen, al de moeilijke omstandigheden, daar hebben ze meer aandacht aan gegeven als aan hun erfenis, als aan de belofte van God. En Paulus zegt, wees waakzaam. En Petrus zegt weer tegen ons nu hetzelfde, wees waakzaam, word nuchter man. Word nuchter. Weet dat de God die je dient een echte God is. Word nuchter, kerel. God is niet zomaar een drijvende gedachte. God is een reëel wezen. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij heeft jou gemaakt. Hij heeft alles gemaakt. Dus hij is in staat je te helpen. Hij is El Shaddai. Kan ik amen horen, mensen? Wauw, en dan zegt hij, word nuchter. Je bent niet zomaar met sprookjes bezig. Je bent met God bezig. Word nuchter en waakzaam. Wees op je hoede, blijf een geestelijke mens. Geef je zorgen aan hem. Allemaal. Hij kan ze hebben, allemaal. Hij is groot genoeg om ze allemaal te handelen. Is dit mooi of niet? Hij is groot genoeg om ze allemaal te handelen. Dus Petrus doet hier ook een beroep op ons geloof. Hij doet een beroep op je geloof. Als gelovige doet hij een beroep op je geloof van wandel nou als een gelovige. Deze preek kan je niet vrijblijvend aanhoren. Want dan gaat de vijand je pakken. En dan zegt hij waarom je waakzaam moet zijn. Hij zegt, want je hebt een tegenpartij. Je hebt een vijand. Je vlees is je vijand, maar er is ook een duivel, een wezen met demonen die mensen kapot willen maken. Hij gaat rond, zegt Petrus hier. Hij zoekt dus, hij zoekt. Hij gaat rond als een brullende leeuw en hij zoekt wie hij kan verslinden. Wat zoekt hij? Mensen die niet opmerkzaam zijn. Wat zoekt hij? Mensen die niet waakzaam zijn. Wat zoekt hij? Mensen die niet geestelijk denken. Want daar is zijn kracht. Zijn kracht is in het natuurlijke denken. Daar is de vijand sterker als iedereen. Is dit duidelijk? Als je in je vlees leeft met je lusten en begeerten en het negatieve denken en het verkeerde denken, want dat is het vlees, daar is de vijand sterker als jij. Hij is daarin afgestudeerd, hij is professor. Dus als jij op dat gebied bent, gaat hij je verleiden, misleiden en in verzoeking brengen. Hij gaat je verleiden, misleiden en in verzoeking brengen. Ik bedoel, we hoeven niet fout te gaan, want God koudt het ons voor. Maar je moet willen luisteren. En dan zegt hij zoekt om je te pakken. Hij wil je zelfs verslinden. Verslinden betekent helemaal uitschakelen. Helemaal uitschakelen. Dat je negatief bent, depressief bent, het niet meer ziet zitten, allerlei gekke dingen loopt te doen. Dat hij je baas is geworden. Terwijl jij zijn baas hoort te zijn. Mensen, is dit mooi of niet? En dan zegt hij, wederstaat hem. Zie je weer? Hij doet een beroep op je geloof. Wederstaat hem vast in het geloof. Is dit mooi of niet, mensen? Wederstaat hem vast in het geloof. Paulus zegt, sta vast in het geloof. Petrus zegt hetzelfde. Hij zegt, wederstaat hem vast in het geloof, wetende dat aan alle andere gelovigen in de wereld hetzelfde gebeurt. Bij alle andere gelovigen in de wereld hetzelfde probleem zich afspeelt.
Dus met andere woorden, alle gelovigen hebben hiermee te dealen. Je bent geen uitzondering. Iedereen die zegt een christen te zijn, moet waakzaam zijn, moet nuchter zijn en moet begrijpen dat de vijand je wil kapot maken. En hoe maakt hij je kapot? De Bijbel laat zien hoe, door je denken te pakken. Schrijf het op. De enige wijze waarop de vijand, de duivel, mensen kapot kan maken, is via je denken. Hoe heeft hij Adam en Eva gepakt? Via hun denken. Is waar of niet? Adam en Eva zijn gepakt door een verkeerd denken. De Bijbel is helder in die dingen. Adam en Eva zijn gestruikeld doordat de vijand, de boze, hun denken de verkeerde kant op heeft gestuurd. Kan ik een amen horen? Hoe wilde de duivel Jezus in problemen brengen? Door zijn denken te pakken. Hij kwam naar Jezus in Matteüs hoofdstuk 4 en hij zegt, als jij God bent. Dus hij doet een beroep op zijn denken, op zijn identiteit. Als jij God bent. Als. Hij doet een beroep op zijn denken om verkeerd te gaan denken. Dus nou weet u hoe de vijand je wil kapotmaken. Daarom zegt Paulus ook, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Hoort u God praten vandaag? Zijn gedachten zijn ons niet onbekend, dus hij komt met ingevingen, insinuaties, gedachten. Hij komt binnen je gedachtenstroom met zijn gedachten om je te pakken. En daarom moet je waakzaam zijn. Daarom moet je nuchter blijven. En daarom moet je leren je denken in lijn te brengen met Gods woord. Brengt mij tot het volgende. Dus je moet het woord kennen. Dus je moet het woord lezen. Dus je moet het woord bestuderen. Dus je moet mediteren over het woord. En hij zegt, als je dat doet, dan wedersta je hem. Zo wedersta je hem. Je wederstaat hem met je gedachten. Hoe heeft Jezus de vijand wederstaan? Met Gods woord. Is waar of niet? Als de duivel bij Jezus komt en allerlei negatieve gedachten wil planten in hem, zegt Jezus, er staat geschreven. Matteüs 4 en Lucas 4. Er staat geschreven. Er staat geschreven. Er staat geschreven. Zo wedersta je hem. Je wederstaat hem door vast te houden wat er geschreven staat. En door vast in het geloof te staan in wat er geschreven staat. En door met de Heilige Geest te wandelen. Mensen, is Gods woord duidelijk of niet? Hoeveel zien dat de Heer ons wil helpen? Dus, en daarom zegt Petrus, wees nuchter en waakzaam. En een van de dingen wat de vijand kan gebruiken om je helemaal in gebondenheid te brengen, is al de zorgen van dit leven. Hoeveel weten dat zo is? Want als de zorgen van dit leven greep op je krijgen, dan eigenlijk kom je in een hoek te zitten waar God moeilijk wat voor je kan doen. Want de Bijbel zegt, geef die zorgen aan hem. Zodat je kan verblijden in de Heer. Oh, je kan je moeilijk in God verblijden als je zorgen greep op je hebben. Maar als jij je zorg aan God kan geven en hebt gegeven, heb je ruimte om je in de Heer te verblijden. En de Bijbel zegt, verblijd je in de Heer. Wederom zal ik zeggen, verblijd je. Want de God des vredes zal met je zijn. De God des vredes zal je helpen. De God des vredes zal voor je zorgen. Mensen, wil je de Heer glorie geven. Wauw. Wauw. Is mooi, toch? Ja. Wanneer je zorg aan God geeft, kan je verblijden. Is onmogelijk om je te verblijden, terwijl je zorgen vasthoudt. En dan zegt Nehemia ons, de vreugde in de Heer is je kracht. Nehemia 8 vers 11 en 12, de vreugde in de Heer is je kracht. Je vreugde in de Heer demonstreert je geestelijkheid. Uw geestelijkheid is af te meten aan je vreugde in de Heer. Je verblijdt je in God. En daarom zegt Paulus ook, verblijd je in de Heer. Wederom zal ik zeggen, verblijd je.
En daarom zegt Jezus ook, deze woorden heb ik tot je gesproken, Johannes 15 vers 11, opdat mijn blijdschap in jou zal zijn. Dus de blijdschap in de Heer heeft te maken met zo'n woorden te geloven. Als je zo'n woorden gelooft, geef je God de verantwoordelijkheid. En als je verblijdt in hem, toon je geloof in hem. En hij heeft gezegd, ik ben getrouw. Is dit mooi of niet, mensen? Maar hoeveel zien dat je een keuze hierin moet maken? Wilt uw buurman, uw buurvrouw zeggen, maak een keus om een geestelijk mens te zijn. Wees nuchter en waakzaam en wedersta de vijand en verblijd je in God, want God is getrouw. Geef hem glorie, man. Wow. Wilt u deze uitzending of andere terugkijken? Dat kan. Ga daarvoor naar onze website www.levendesteenministries.nl. En hij zegt, sta in het geloof. Wees waakzaam. Werp al je bekommernis op mij. Hij zegt, en weet dat mijn koninkrijk een reëel koninkrijk is. Ik ben een geestelijke God en ik verwacht van jou dat je een geestelijk wezen bent. Yeah.
Jezus.